Vertel dat je. Komt, wil je alsjeblieft ophouden. Oh, je vriend komt. Nou, kom er maar bij. Brenda, ga alsjeblieft. Kan dat ik niet op de kamer. Nee, ga maar bij. Ja. Weet je wel dat je vrouw. Weet je wel dat je vrouw een oplichter is? Krijgen we dit serieus? Brenda, ja, dit krijgen we. Brenda, wil je alsjeblieft naar binnen gaan? Weet je wel? Weet je wel dat zij een oplichter is en niet. Ga naar binnen naar. Alsjeblieft, nu. Weet je wel dat zij een oplichter is en niet een kleintje ook? Ga naar binnen toe, Michan. Waar ben je in godsnaam mee bezig? Hij weet er niks van al. Oh nee? Ik heb hem over alles buiten gelaten. Oh ja? Ja. En waarom geef je dan zijn naam soms op met zijn rekeningnummer? Het geld komt dan toch bij hem binnen? Maar hij ziet dat niet. Ik heb het zo gemanipuleerd dat ik alles in de gaten hou. Dit is nou het allermoeilijkste van mijn werk. Het allermoeilijkste van mijn werk. We hebben het daar vaak over met de cameraploeg ook. Dan gaan we iemand confronteren die zo'n lijst mensen heeft opgelicht. En dan komen altijd die krokodillentranen. Ik heb sowieso hulp nodig. Ja, dat lijkt me ook, ja. Maar dat zoek je niet op, hè? Nee. Nee, in plaats daarvan ga je naar een nieuw oord en ga je daar weer mensen oplichten. We gaan wel jouw vriend straks waarschuwen, hoor. Nee, jullie laten hem met rust. Oh, nee, hoor. Hij heeft het toch al gehoord wat je hebt gezegd? Nou, hij kent nog niet het hele verhaal. Heel Nederland zal het weten. Iedereen. Ja, zal... Nederland, ja, maar je gaat er alles. Waarom ga je hem dat verhaal niet vertellen? Hij is de vader van mijn kind. Ja? Doet dat ook nog kapot? Oh, je gaat dat oplichtersleven van je wel geheim houden voor je eigen man? Dat heb ik tot nu toe gedaan, ja. Ik heb hem van de week heb ik hem verteld, hadden we ruzie. En toen heb ik hem ook dingen verteld. Wat heb je toen verteld dan? Dat ik wel eens dingen gedaan heb die niet goed zijn. En net vertelde je nog dat hij van niks wist. Nee, ik heb hem niet alle details verteld. En wat heb je hem verteld dan? Over de marktplaats. Over die babyphones? Ja. Oh, dat wist hij wel? Ja, oh, je zegt net nog dat hij van niks wist. Ja, maar je zegt net nog dat hij het nog steeds niet weet. Ja, maar je moet nu niet mijn woorden gaan verdraaien. Want ja, nou, ik verdraai je woorden niet. Ik luister gewoon goed naar je en ik herhaal wat je zegt. En dan klopt het niet. Je verzint het namelijk iedere keer ter plekke. Jullie hebben me nu geconfronteerd. Nou ja, ben je er klaar mee? Wil je dat zeggen? Dit is wat oplichters doen. Van het ene moment huilen, boos worden, weer terug in die... Ja, ik ben boos op mezelf, ja. Ja? Ja? Ja. Nou, je hebt er tot nog toe helemaal niets aan gedaan. Helemaal niets. En je slachtoffers maar opbellen. Nee, het komt eraan. Echt waar. Nogmaals, ik vind het allerergste voor jouw zoontje. Maar ga zorgen dat jij je leven op orde gaat krijgen. Voor hem. Dat wil ik ook. Ja, maar je kunt niet eens naar je eigen land. Nee. Omdat je daar gezocht wordt door de politie, wist je dat? Ja. Waarom vertel je net dan dat je nog steeds naar je opa en oma gaat? Ja, omdat het... Alles is één grote leugen. Het is toch triest om te zeggen dat je eigen familie niet meer ziet? Niet als je een beetje spijt hebt van dingen die je gedaan hebt en open kaart wil spelen met alles en iedereen. Ik geloof er niks van. Is dit dan je eye-opener? Gaat dit ervoor zorgen dat jij een ander leven gaat leiden? Ja. Ik denk dat geen van jouw slachtoffers je gelooft. Maar dit is namelijk ook het hoofd dat je trekt op het moment dat je zegt dat je kanker hebt. En op het moment dat je pinpassen van mensen steelt. Het gaat heel ver, hè? De stalling van je paard op Malta moet je ook nog even betalen. Maar wat jij tegen die slachtoffers zegt, is dat je heel zielig een doodgeboren kindje had, hè? Dat de zwangerschap niet goed was gegaan. Vanwege de babyphones. Ja, dat heb ik wel tegen toen. Ja. Waarom is dat dan? Was het dan makkelijker je geloof of zo? Ik denk dat ik dat heb gezegd, daarom ja. Je ligt alles, alles bij elkaar. Dat weet ik. Ik zou je willen voorstellen om het volgende te doen. Jij gaat naar binnen. Je gaat naar je kind toe. Nee. En je zorgt dat je man even hier komt. Nee, dat gaan we niet doen. Ik wil hem even vertellen met wie hij samenleeft. Nee. Dat ga ik wel doen. Dus ik ga even met jouw man praten. Jullie blijven buiten. Nee, we gaan naar binnen. We gaan weg hier. Ja, jullie gaan weg, dat klopt. Hij heeft een camera, kom. Ik heb zeker een camera, ja. Doorlopen. Weet jij met wie hij samenleeft? Ja, doorlopen. Kom, we gaan. Denk je dat wel? En ik wil jou waarschuwen dat je met een oplichter samen woont. Chantal, ik wil nog één ding tegen je zeggen. Nee. Ik wil nog één ding tegen je zeggen. Je hand naar de kant zo meteen. Ik wil nog één ding tegen je zeggen. Nee. Ik wil dat jij je gaat aangeven bij de politie in Nederland. Wil je dat gaan doen? Ja. Laat het Ga doen. Je dat doen? Doe de deur nu. Ga op. Je dat doen? Ga je dat doen? Meer undercover in Nederland? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.